bij de behandeling van hartfalen laat ik heel veel over aan verpleegkundige specialisten. En dat komt omdat we dat zo hebben opgebouwd. Dus onze hartfalenpoli bestaat uit 5 van die meiden. En ik heb daar helemaal vertrouwen in. En daar is bijgekomen een verpleegkundige specialist in een pacemaker technicus. Dus begonnen als pacemaker technicus. En die is hier komen werken. En we hebben natuurlijk een beetje de kat uit de boom gekeken van wat is dat voor figuur. En die blijkt dan enorm kennis te hebben van met name CRT-instellingen. En daarmee heb ik de figuur te pakken gekregen. Als een machinist en een stoker werken we samen om CRT in te stellen. En dat gaat perfect. En daar heb ik enorme steun aan Jan Elders. Als verpleegkundig specialist ben ik onder andere belast bij het mede implanteren van pacemakers en ICD's. Dat is uniek in Nederland. De cardioloog is altijd eindverantwoordelijke. Daarnaast ben ik ook betrokken bij de diagnosestelling van de pacemaker en ICD-patiënten. Dus alle patiënten worden multidisciplinair besproken in een ritmebespreking. En in die ritmebespreking zal dus ook de besluitvorming genomen worden of ze dus een ICD krijgen. En verder heb ik de supervisie over de pacemaker-poli en de ICD-poli, waar dus alle technische zaken van de ICD en de pacemaker worden gecontroleerd. Allemaal van harte welkom bij deze ritmebespreking. Vandaag gaan we het even hebben over patiënt de Wolf. Ik heb begrepen dat hij misschien een CRTD moet krijgen. Dus ja, is de vraag. Laat maar even zien wat je allemaal gevonden hebt. Een stickertje. Ja. Deze meneer die heeft in 1989 een groot voorinfarct gehad, de ejectiefractie van 23% toen. Goed, nou dan gaan we even op de app kijken of het inderdaad allemaal klopt. He, dus die meneer die heeft een ischemische cardiomyopathie. Ja. Daarbij heeft hij een MIHA klasse 3. Ja. Ja. Zijn ejectiefractie was 22%. Hij heeft een verleden infarct gehad, hè? Ja. Oké. Okay. Dat is ouder dan 40 dagen. Nou, dan komen we dus uit op een CRTD. Mag die hebben. Oké. Okay. Ja, dus we zullen hem als zodanig zullen we dan ook bespreken met de elektrofysioloog. Als die patiënt dus in aanmerking komt voor een CRT of een ICD, dan leggen we uit aan de patiënt wat dat betekent. We hebben zo'n patiënt dan voor die uitleg een uur trekken we daarvoor uit. We hebben een speciaal informatieboekje gemaakt daarover. En ja, we leggen aan die patiënt dus echt heel erg goed uit wat betekent dat nou om zo'n device te krijgen en te hebben. De implantatie, maar ook de voor- en de nadelen van zo'n device. Wat ze kunnen verwachten, waar ze rekening mee moeten houden. En dan op zo'n moment krijgt zo'n patiënt bedenktijd. Wil die ja of nee zo'n device? En zo ja, dan is het verder aan de cardioloog en aan de implanteur, zeg maar, om zo'n patiënt te plannen. Meneer Hendricks? Ja. Ja, u mag komen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uitleg over de medicijnen hier achter nummertje 6 heb ik nog wat. De medicijnen die u gebruikt, heb ik nog even wat extra uitleg bijeen gedaan. Ik weet het niet, u gebruikt het allemaal al lang, dus ik weet niet of u er behoefte aan heeft. Maar mocht het zo zijn, het is vaak iets duidelijker als in de bijsluiting. Ja, ja. Dus ja. En we hebben nog een boekje over bewegen erin zitten. Ik weet niet of u een beetje in beweging bent. Sport houdt of dat u er niet van houdt? Ik ging altijd op de fiets naar mijn werk. Ja. Ik heb zelf een wielrennen gedaan. Oh ja. Tegen 5:30. Dan is het. Gaat kaarsje pap uit. Op. Ja. Ja, ja, dan ja, moet je ja, weer zitten. Ja. En dan, ja. Dan gaat het gewoon niet meer. Nee. Nee. We hebben hier een hartfalenpoli, een grote hartfalenpoli. We werken 5 dagen per week, 10 dagdelen poli hebben we. En dat is met name een hele grote klus om spreekuur te doen. En daarnaast zijn we met name ook hele dagen telefonisch bereikbaar.
En dat is onder andere ook een van de grote taken van ons, met name voor de patiënten, voor de huisartsen, voor allerlei andere zorgverleners, zeg maar, die een beroep op ons kunnen doen om te overleggen. Maar natuurlijk zijn het met name de patiënten die gebruik maken van die telefonische bereikbaarheid om hun klachten te melden als ze die hebben of vragen. En u heeft een aantal dagen gezegd, u bent u al toenemend kortademig. Ja. En heeft u uw gewicht in die tijd ook bijgehouden, mevrouw? Ik zie dat u één keer per dag één plastablet gebruikt. Ja? Ja, en u heeft er zelf nog voldoende in huis, zodat we eventueel wat extra kunnen geven. Dat lijkt me verstandig dat we dat even doen. Ik kijk ondertussen heel even hoe uw nierfunctie is, want dat moeten we altijd wel even weten als we extra plastabletten gaan geven. En dan, dat is pas nog geprikt, dan kijk ik die heel even na. De hartbaanfalen patiënt is een patiënt met heel veel klachten, mm-hmm, en heel veel verschijnselen, waar je echt een puzzel voor nodig hebt om de klachten die wel en niet bij zijn verminderde cardiac output passen, is een hoge druk te ontleden van bijvoorbeeld de bijwerkingen van de medicijnen die je moet geven, en het beleven van de ziekte. Het is natuurlijk een ernstig ziektebeeld met heel veel impact op je dagelijks leven. Ja. En ook heel veel noodzaak tot controle. Dus je komt er nooit van af en je zit steeds vast aan het ziekenhuis. Elke patiënt met hartfalen heeft recht op begeleiding van de hartfalenpolie. En wel, onder andere als eerste, om te zorgen dat hij in een heel korte tijd, zeg maar, goed in zijn hartfalenmedicatie komt te zitten. Dat is heel belangrijk, omdat je eigenlijk geen tijd wil verliezen. Je wil toch zorgen dat die patiënt goed die medicatie heeft om die pompfunctie te verbeteren. En bij ons kunnen ze elke 2 weken terecht voor controle. Dus je kunt heel snel op de goede dosering zitten. Komen ze bij de cardioloog, dan die heeft toch vaak niet zo heel veel ruimte vrij. Dus dan zie je toch vaak dat een patiënt 1 keer in de 2-3 maanden terug kan komen. Dus dan verlies je heel veel tijd. Die tijdswinst is belangrijk, omdat je na het goed optitreren van de medicatie een pompfunctie meet en dan eigenlijk ziet, heeft die medicatie effect of niet? En zo niet, moet je verder gaan behandelen met een CRT. Dus die tijdswinst is heel erg belangrijk. Wat is de lengte van u? Belangrijke ommekeer ook is ICD, het voorkomen van plotse dood. Maar dat is nou juist iets wat je heel uitvoerig met je patiënt moet bespreken. Een van mijn eerste patiënten die in aanmerking kwam voor een ICD, dat was ook in het eind van de jaren 80, weigerde dat omdat hij zei dat ik hem daarmee een zachte dood zou ontnemen. En in feite is dat ook juist datgene wat je met je patiënt moet bespreken. Als patiënten een hartfalen ICD gekregen hebben, dan komen ze de eerste keer om de 2 maanden bij een pacemaker polykliniek. En daar worden ook ICD's gecontroleerd. De controle is hoofdzakelijk technisch. Dus er wordt gekeken of de draden nog goed zijn of de batterij goed is. Maar uit de ICD kunnen we ook een hele hoop diagnostiek halen. En die diagnostiek die kunnen we gebruiken om te kijken of het hartfalen verergerd is. Dat vereist een speciale methode van kijken, omdat het niet altijd even eenvoudig is. De diagnostiek wordt direct doorgelinkt ook naar de hartfalenpolie. Dus mijn collega Ginny van Til die kan ook kijken in die diagnostiek. En zij zal dus de patiënt bellen als het hartfalen verergert. Nou, even kijken of er mailtjes binnen zijn gekomen van de CareLink website. Ja, er is er eentje. Een yellow alert. Dan ga ik dus nu inloggen en ga ik kijken wat ik daar zie aan melding. En dan kijk ik met name naar de Optifol. En die zien we hier dus in beeld. Hier kijken we naar, hier zien we heel duidelijk een stijging van de Optifol en een daling van de impedantie. Dat betekent voor ons dat het voor ons een melding is, zeg maar, om met de patiënt contact op te nemen, om te vragen hoe het met die patiënt gaat. En het kan, soms kan het zo zijn dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is, dat een patiënt verkouden is. Maar in een aantal gevallen is er toch vaak wel wat aan de hand. Dus dat ga ik nu doen.
De diagnostiek die kan ook transtelefonisch doorgegeven worden via remote monitoring. Dat betekent dat er een heel klein kastje bij de telefoon wordt geplaatst bij de patiënt thuis. En dagelijks worden er dus zendingen gestuurd naar het ziekenhuis toe. En we kunnen alle data die we normaal gesproken in de kliniek kunnen uitlezen, kunnen we ook transtelefonisch doorkrijgen. En de patiënt hoeft dus niet naar het ziekenhuis te komen. En desgewenst zullen wij dus de patiënt bellen of vragen of hij naar het ziekenhuis komt als het echt nodig is. Goedemiddag meneer, ik ben Gini Vertel van Hartfalen Polyklinisch Ziekenhuis en we hebben net van u een melding binnengekregen van uw CareLink, van de Optifol melding. Dat hoeft niet zozeer iets te betekenen, maar ik wil heel graag van u weten hoe u zich voelt. Met een ICD voorkom je plotse dood en dat is iets wat een dokter graag wil. Uiteraard is de lijn der verwachting van mensen met hartfalen dat ze daar waarschijnlijk aan zouden overlijden. Maar het liefst heb je als dokter dat je dat kan voorbereiden. En de situatie waarbij het goed gaat met de patiënt en de volgende dag een overlijdensbericht en een bedroefde familie die zegt: het ging zo goed met vader, hoe kan dit nou gebeuren? Dat wil je niet. CRT daarentegen, daarmee verbeter je de kwaliteit van leven. En dat betekent een dankbare patiënt. Hey, wat ik eerst niet kan, kan ik nou wel. Weet u wel dat ik een fiets heb gekocht? Dat soort verhalen, daar doe je het voor.